Als het over mijn werk gaat en ik heb het over mijn familie, dan ben ik vaak bang om gevoelige dingen te delen of over dat dingen onstuimig zijn geweest. Omdat mensen het vaak koppelen aan, oh ja, je hebt een slechte jeugd gehad. Dus dan is dat wel de reden waarom je dit werk bent gaan doen. Ja, nee, ja, je bent wel een beetje een gebroken zieltje, dus je was eigenlijk gewoon op zoek naar erkenning. Dat zullen ze altijd wel vinden als ze dat willen zien. Toch merk ik dat ik terughoudend ben om dat soort dingen te delen. Esthetische olie. Essentieel. Essentieel. Oh ja, dat is makkelijk. Esthetische olie. Oké, we gaan verder. Dus de grote kunst is als eerste het vinden van de kernboodschap. Die woorden of zinnen, die ga je nu overschrijven op één A4'tje. Ik denk dat er wel een tekort is aan vrouwelijke energie en dat wel iets is wat de maatschappij nu nodig heeft. Meer diepgang, meer begrip, empathie. Aanmoediging vanuit liefde en niet aanmoediging vanuit prestatie, wat wel meer een mannelijk ding is. Niet dat ik dat per se heel erg wil onderscheiden, maar dat is wel wat de maatschappij tot nu toe heel erg is. En dat hebben we wel gehad en we hebben nu als maatschappij en als individu behoefte aan een andere insteek. En ik dus ook, want dat prestatie, dat deed het voor mij niet. Als je dat kan bespreken met andere vrouwen, dan komt daar zoveel innerlijke wijsheid weer bovenop. En de andere perspectieven van vrouwen die ook bezig zijn met zichzelf, hun kern vinden en dat naar buiten brengen, een eigen boodschap, dat inspireert ook heel erg. Ik ben Lisa Stevens, 28 jaar. Ik ben bijna 10 jaar sekswerker. De relatie met mijn ouders was heel goed. Mijn ouders hebben me altijd een hele fijne thuisbasis gegeven. En onvoorwaardelijke acceptatie. Ik denk dat dat super belangrijk is. Dat je dat je kinderen geeft en dat hebben zij gedaan. Het feit dat ik sekswerk doe heeft de relatie met mijn ouders helemaal niet veranderd. Ik kan er best wel open over zijn, maar het is niet dat we er heel veel over praten. Het is niet dat ze het heel erg vertellen aan mensen van, oh ja, die doet nu, die is nu escort en die heeft haar eigen bedrijf. Omdat ze christelijk zijn. Dus het is niet dat ze er heel erg trots op zijn. Maar als iemand het zal vragen, zullen ze niet liegen. Want dat mag natuurlijk ook niet. En ik denk dat ze ook wel zagen dat ik een beetje verwijderd was van mezelf een tijdje. En dat ze nu zien dat ik weer lekker mijn oude ik ben en mijn gekke ik ben. Zullen we gewoon gaan doen? Lisa, ja. Heb jij nu ook zo eentje waarvan je denkt, daar word ik warm van, wil je nog wat op ons uitproberen? Ik wil er wel nog één uitproberen. Ja, doe maar. Ja. Wie sekswerkers echt wilt helpen, luistert zonder vooroordelen. Mm-hmm. Duidelijk. Ja. Goed. Heel mooi. Ja, heel lang. Wel lang. Ja, wel lang. Ik heb veel meer zelfvertrouwen. Het is ook ervaren dat je bepaalde situaties aan kan. Ervaren dat je mensen kan helpen, dat je belangrijk kan zijn. Alleen het belangrijke is wel dat je die ruimte hebt om het dan ook uit te voeren zoals het voor jou fijn is. Dat je de ruimte hebt om zelf je klanten te bepalen, zelf je grenzen te bepalen. En dat zijn denk ik de voorwaarden die ervoor zorgen dat het werk prettig is. Als je het doet vanuit financiële nood of vanuit welke noodzaak dan ook, dan heb je die keuzes minder. En ik heb het geluk dat ik het helemaal zelf mag kiezen, omdat ik een vergunning heb. Ik hoef niet bang te zijn dat ik betrapt word. Dat is een luxe positie. Algeheel denk ik dat we zeker nu heel erg snel een oordeel hebben over de ander. Over de ander met een andere mening. Of een ander met een andere levensstijl. En dat is dan heel snel inderdaad de ander. Ik denk dat als je iets werkbaars wil maken, je juist moet proberen de ander te begrijpen. En moet kijken naar overeenkomsten in wat je zou willen bereiken. En nu zijn we heel erg onderverdeeld in verschillende meningen, groepjes en we gaan allemaal langs elkaar heen leven. Als je wensen echt naast elkaar legt naar doelen wat de ander nou echt zou willen, dat daar niet heel veel van elkaar af ligt. Snap je wat we aan het doen zijn? Ja. Die doen we wel eerst. Hè? Dat, als je het niet snapt, dan denk je ook inderdaad, what the fuck, maar... Het lijkt een beetje alsof je niet aan het doen bent. Ja, dit is een dubbel iets wat je vaak meemaakt in het leven.
of in de scènes dat je iets wil, maar niet mag. Oh shit, oh shit, oh fuck. Ja, hij was het. Hij was het. Ja, ik hoop natuurlijk dat het stigma op sekswerk vermindert. En dat mensen openstaan voor allerlei verhalen en beelden vanuit sekswerkers. Als we met z'n allen, of in ieder geval een grote groep, al onze verschillende verhalen vertellen, dan kunnen mensen daar niet meer omheen en dan moet dat beeld wel veranderen. Dat alle sekswerkers, in welke positie dan ook, in ieder geval zo fijn mogelijk en zo vrij mogelijk kunnen werken. Ja. Vergeet je oordelen over sekswerk en luister. Wow, Lisa! Dit is gewoon Lisa voor president.